Vanmiddag debatteren we hier in de Kamer over het leenstelsel. En vanmiddag ben ik hiernaast buiten over de hindernisbaan gegaan met studenten. Want zij wilden me laten merken wat het is om zoveel hobbels tegen te komen als je wilt studeren. Dat leenstelsel heeft allerlei nieuwe hobbels opgeworpen. Met name voor kwetsbare groepen zoals studenten met een functiebeperking en chronisch zieken. Die hobbels die willen wij als ChristenUnie zoveel mogelijk wegnemen. En vanmiddag maken we ons daar hard voor hier in de Kamer. De basisbeurs moet terug. Met name juist ook voor die groepen die extra kwetsbaar zijn. Studenten met een functiebeperking, chronisch zieken, studenten die laag opgeleid of arme ouders hebben. De kloof wordt alleen maar groter. Onderwijs moet eerlijk zijn. Het leenstelsel moet weg. Dankjewel. Top dat jullie hier zijn.